Sjanne, jullie hebben op de vrijmarkt gestaan vandaag. Wat is hier gemaakt en waar is het voor? Wij hebben onder andere schilderijen gemaakt. Onder andere omdat we ook liefdesbrieven hebben geschreven en complimentjes hebben uitgedeeld. Puur voor positiviteit. In dit geval is het schilderij door jong en oud gemaakt. En mensen konden voor een kleine bijdrage vrijwillig hierop schilderen. En uiteindelijk willen we dit schilderij ook veilig. Vanaf de €25 kunt u hier meedoen. En de hele opbrengst, dus zowel voor het schilderen als voor het schilderij zelf, gaat naar Semilla Sanitation Hubs. En dat is een bedrijf en die maakt containers met daarin sanitaire voorzieningen, zoals douches, toiletten en wastafels. En het afvalwater wat eruit ontstaat, dat willen we direct zuiveren in die container en gelijk weer hergebruiken. Dus dan kun je oneindig lang douchen en naar de wc gaan en drinken van hetzelfde water. En normaal gesproken zie je dat in vluchtelingenkampen dat afvalwater geloosd wordt. Mensen worden ziek en op een gegeven moment raakt het water op. En in dit geval kun je oneindig lang doen met hetzelfde water. Zo hebben mensen genoeg drinkwater en blijven zij gezond. Dus het geld wat we vandaag daarvoor op hebben gehaald gaat geheel naar Semilla Sanitation Hubs. En je kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam Sanitation Unit. Dus doe dat vooral en like ons. Ja, en wat moest het ook weer minstens opbrengen, het schilderij? Ja, vandaag hebben we €175 opgehaald en we willen een minimaal bedrag van €200 ophalen. Dus als je meebiedt vanaf de €25, dan zorg je ervoor dat wij meer dan €200 ophalen.